Mandy, wat voor soort hond is dit? Jack Russell. Oh, Rockefeller. Young Princess. Wat kun je vertellen over haar? Het is een vrouwtje, hè? Ja, het is een ADHD hondje. Is hij erg nieuwsgierig? Ja. Ja? Zouden we van die hond een cameraman kunnen maken? Een man? Nee. Geen cameraman. Cameravrouw? Ja. Ja? Ja. Zullen we dat gaan proberen? Kan je doen, ja. Ja? Piet, wat gaan we van deze hond maken? Van Floortje gaan we een camerahond gaan we daarvan maken. We hebben voor Floortje een tuigje gekocht. Dat gaat naar een zeilmaker. En dat tuigje dat komt zo bij Floortje op de rug. Zo. Dat moet je een beetje zo zien. Hè. Dat steekt hier zo het hoofdje uit. En dan komt hier bovenop gaan we een klein cameraatje vastzetten. En dan kan Floortje voortaan met de camera op de rug kan ze er goed lopen. Dan gaat ze voor ons goed verkennen. Dat gaan we doen. En hoe groot is dat cameraatje? Dat is een cameraatje, dat is ongeveer zo groot als een pakje sigaret. Ongeveer zo groot. Dus dat weegt bijna niks. Dat kan Floortje ook makkelijk meenemen zonder dat ze een hernia krijgt. En dan gaat ze met de camera, als het allemaal lukt, het is nog maar een plan. Maar als het allemaal lukt, dan gaat ze met de camera opnames maken. En komen er veel opnames van Floortje of weet je dat nog niet? Nou, we gaan eerst met het tuigje naar een zeilmaker in Hoedekerskerken. Die gaat voor ons kijken of ze hier iets op kan maken waar die camera in past. En dan gaan we het gewoon een keer proberen. Dus we gaan het eerst maken en dan gaan we het proberen. You complain and you don't get enough. You can't take it when I put it in your ribs. You gotta pick up all the slack. You'll throw it back in the swag like.